We zitten hier in GTA 5 als Michael en we zijn aan het genieten van het mooie weertje hier in Los Santos bij mijn mooie villa hier al. En we kunnen gewoon even een duik nemen. Hoppa, duikje. Mevrouw de schoonmaker is ook al goed om dingen schoon te maken. U bent goed bezig, mevrouw. En hier zit mijn familie op de bank tv te kijken. Nou, lekker gezellig allemaal. Gaat het allemaal goed? Ja, het gaat allemaal goed. Ja, het enthousiasme spat er vanaf. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En natuurlijk, als we door deze deuren gaan, hebben we mooi onze oprit en mijn auto's. Waar zijn mijn auto's gebleven? Hallo? Zitten die in de garage hier ook? Nee, huh? Wie heeft mijn auto gejat? Heeft de buurman mijn auto gejat? Oh, nee, 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 nee. En, wie is dit? Hallo, heb jij mijn auto gejat? Wat ben jij? Wat de hek? Wat de hek? Ze loopt helemaal mank. Hallo? Wat probeer jij? Wat probeer jij? Wat probeer jij? Dit lijkt wel op een zombie. Hallo, hallo, wat doe jij? Oké, ik ga in mijn huis. Wat gebeurt er? En ze loopt letterlijk naar binnen. Wat doet ze? Oh, 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 oh. En hier is er nog één. Hier is er gewoon nog één. Dit zijn gewoon zombies inderdaad. Wat de hek is hier gebeurd? Wat is er gebeurd met GTA 5 in Los Santos? Er zijn allemaal zombies. En wat gebeurt er als we nu naar buiten gaan? Oh nee, wat de heck is er gebeurd? Wat heb ik gemist? Oké, okay, help, 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 help. Er zijn allemaal zombies, er zijn allemaal zombies, mensen. Jullie kijken alsof er niks aan de hand is. Ja, en wat is er gebeurd met het huis? Het is helemaal donker. Is het elektriciteit uitgevallen of zo? Hallo? De lampen staan letterlijk uit. En wat is er? Oh, er zijn zombies binnen. Er zijn zombies binnen in mijn huis. Er zijn zombies binnen in mijn huis. Ze komen gewoon in mijn huis. En het is avond. Ik dacht dat het zo net nog overdag was. Wat de heck is er allemaal aan de hand? Oké, wij moeten zo snel mogelijk wegwezen. Maar we hebben hier geen auto. Ik heb gehoord, als jij op het blauwdepje hoog drukt, dat we een auto krijgen. En daarmee kunnen we gaan vluchten van deze zombie-apocalypse. Dus knal op het blauwdepje hoog binnen 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Wat is dit? Dit is niet wat ik wou. Dit is een of andere auto op een motor of zo. Een soort van kwad. Dit wil ik helemaal niet. En er zijn hier allemaal zombies. Nee, we hebben echt een snelle auto nodig. Laten we dit opnieuw proberen. Klik nu op het abonneerknopje. Ik denk dat we dan een betere auto krijgen. Abonneer binnen 3, 2, 1. Oké, dit is top. Dit is echt veel beter. Dit lijkt veel meer op een zombie-apocalypse overleefbus. Oh, allemaal zombies, allemaal zombies. Stap snel in, stap snel in. Rij weg. Rij weg. Ja, hoppa. Ja hoor, en wat is er gebeurd met Los Santos? Deze hele stad is gewoon overgenomen door allemaal zombies. Letterlijk een zombie-apocalypse. Ik weet niet wat er hier allemaal is gebeurd, maar ik zie hier letterlijk ook een ambulance gewoon letterlijk helemaal achtergelaten. Volgens mij doet deze het helemaal niet eens meer. Ik ben ook gewoon bijna al dood. Oh, dit is echt zo stom. Volgens mij doet deze het niet eens meer. Of wel? Doet deze het nog? De sirene doet het nog wel. De sirene doet het nog wel, maar hij wil niet meer rijden. Nee, dat is heel erg onhandig. En trouwens, door die sirene komen er allemaal zombies op me af. Dus laten we snel weer in de auto stappen. Of eigenlijk in een busje die helemaal gepantserd is. En een dikke gun heeft op de bovenkant. Maar wat is dit, man? Heel GTA 5 is veranderd in een zombie-apocalypse. Oftewel, een wereld vol met zombies. Moet je kijken dan. Deze mevrouw, die waggelt helemaal. Die is heel mank. En die loopt en die zit helemaal onder het bloed. Ik denk dat ik wat heb gemist. Maar het is in ieder geval een zombie-apocalypse. En we moeten natuurlijk proberen te overleven. Oh, wat is dit, joh? Dit zijn mensen. Oké, we kunnen gewoon ze aanrammen. We hebben letterlijk een ramp voor ons busje. We hebben letterlijk zo'n metalen punt aan onze... aan onze bus. Dus we kunnen letterlijk deze auto's aan de kant rammen. En al deze zombies aan de kant rammen. Hoppa. Oh, dit is heel erg tof. Oh, die auto's staan nu in de fik. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon even mijn gun pakken. En we gaan gewoon even al deze zombies neerknallen. Hoppa. Pak ze, Kevin. Pak ze, pak ze, pak ze. Hoppa, mijn grenade launcher. Bam, 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 bam. Knal ze neer, de zombies. De zombies moeten neer. Waarom hebben jullie mijn stad overgenomen? Ik wil dat deze stad weer vrolijk is zonder zombies. Oh, hier is er nog een mevrouw. Hallo, mevrouw. Daar is nog iemand. Want daar is nog een zombie. Deze zombies zien er eigenlijk best wel eng uit. Wacht, we kunnen wel even een zaklamp. Ja, wat? Het zit helemaal onder het bloed. En ze loopt helemaal mank. En ze wil me proberen op te eten. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want we schieten ze gewoon even neer. Oh, jeetje dit. Dit is eng, mensen. Dit is eng. Oh, er zit letterlijk achter mij iemand. Oh, en ik moet natuurlijk niet gebeten worden. Want dan ga ik dood. En dat wil ik ook niet. En dan verander ik ook in een zombie. Oké, we moeten maar weer snel wegwezen. Want er komen heel veel zombies aan. Ik krijg nu ook linksboven een nieuwsberichtje. Het wordt avond. En daardoor gaan de zombies agressiever worden. Oftewel, de zombies gaan nu letterlijk bozer worden en agressiever. En die gaan veel sterker zijn ze nu. Oh, wat gebeurt er? Oh, wie is dit? Is dit iemand die oh, nee. Ik dacht, het is iemand die letterlijk bij ons hoort. Maar die rent gewoon naar ons toe. Wacht, is dit iemand die we kennen? Oh, nee. Dit is gewoon letterlijk ook een zombie. Het is echt ook helemaal donker in Los Santos. En de lampen zijn ook zo apart. Oh, ik ram even tegen een auto aan. En er zijn hier ook weer allemaal zombies die achter me aanrennen. Dit is zo erg eng. Oké, we gaan gewoon proberen een winkel op te zoeken. Want ja, als ik nu geen enkele overlevende is, alleen maar zombies, dan gaan we gewoon even een winkel overvallen, toch? Want ja, we moeten ook drinken en natuurlijk eten. Oké, we stappen uit. Kom, go, 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 go.
stap uit met mijn gepantserde bus. Die we natuurlijk hebben gekregen omdat jullie hebben geabonneerd. Oké, het is wel heel erg donker in deze winkel trouwens. Want ja, al het elektriciteit in de straten zijn ook uit van de hele stad. Kijk dan, het is nu avond, maar alle lampen zijn letterlijk gewoon kapot. En die doen het gewoon niet. En deze ook niet, hier in de winkel. Maar ja, gelukkig heb ik een flashlight. Oh, we hebben letterlijk ook een zaklamp. Oké, we hebben hier heel veel kauwgom en zo. Nee, dat wil ik niet. Ik wil drinken. Hier, hoppatee. Pak het, Michael. Pak het. Oké, hier hebben we nog eten. Oh, ja. Zie ik daar nou donuts? Ik zie hier donuts. Ik wil deze donuts pakken. Ah, nee, dat kan niet. Ah, verdorie. Kunnen we ook binnen? Ja, we kunnen letterlijk binnen. Oké. We kunnen letterlijk binnen tijdens een zombie-apocalypse. Nee, ik word opgegeten. Oh, terwijl dat ik aan het pinnen was, zijn er letterlijk zombies die mij proberen op te eten. En ik ben letterlijk gebeten. Betekent dat nu dat ik ook een zombie word? Ik heb geen idee. Oh, jongens. Waarom doen jullie dit mij aan ook? Oh, ik werd letterlijk gewoon opgegeten terwijl ik probeerde te pinnen. Oh, dit is zo erg. We moeten proberen weer in de bus te stappen. We moeten zo snel mogelijk wegwezen. Oké, ons busje is nog heel en we rijden door de stad heen. En ik zie op mijn minimap dat er een aantal friendlies zijn. Oftewel, vriendelijke mensen, overlevende mensen. Mensen die het hebben overleefd. En die nu ook net zoals ik proberen te overleven van de zombies. Dus laten we die proberen op te zoeken. En zo te zien staan ze hier boven op de snelweg. Ja, hoe kunnen we daar komen? Oh, we moeten zo snel mogelijk hun helpen van de zombies. Zodat we samen sterk kunnen zijn en vrienden kunnen gaan maken in deze zombie-apocalypse. Maar dan moeten we natuurlijk nu wel proberen hun op te zoeken. Maar hoe komen we daar? We kunnen hier komen. Maar het is versperd. Het is versperd allemaal door auto's. Oké, we hebben een neus voor onze autobus. We gaan ze allemaal aan de kant rammen. Zo, hoppa. Maar ze zijn hier niet. Ze zijn onder mij. Hoe kan ik hier komen? Oh, dit is zo'n grote challenge. Oh, ik zie het al. Oh, we moeten terug. We moeten zo snel mogelijk terug. We moeten ze beschermen. Hoe stom zou het zijn als ze allemaal doodgaan? Kom op, go. Oh, ik heb echt best wel een snelle bus. Maar deze bus moet ze redden. Oh, hier zijn allemaal zombies. Dit zijn allemaal zombies, inderdaad. Oh, ze wordt letterlijk beschoten gewoon. Ja, dit zijn friendlies. Oké, ik ben er. Ik ga jullie redden. Oké, ze schieten letterlijk op deze zombies. Ik heb geen wapens. Hallo, hebben jullie wapens voor mij of niet? Ik heb geen wapens. Oh nee, er zijn wapens in mijn bus. Oké, ik heb alle wapens. Oké, ik ga jullie helpen. Schiet ze neer. Oké, dit zijn letterlijk gewoon mensen die ons helpen. Die gewoon ook proberen te overleven van deze zombies. Oké, we schieten ze allemaal neer. Wat hebben we nog meer? We hebben dit pistooltje nog. Hoppa, schiet ze neer. Ze zijn best wel sterk trouwens, die zombies. Hoppa. Oké. Pak even een goed wapen. Dit wapen. Met de suppressor. Oh, aan de andere kant zijn ook allemaal zombies. Oh nee. Ik heb ongeluk een maat van mij neergeslagen. Het spijt me. Kijk, knal die zombies neer. Kom op. We zijn er bijna. Kom op. Die moet nog even dood. Die leeft nog steeds. Wat de heck? Nu is hij vast dood. Oh, wat gebeurt er? Oh, ze schiet op deze persoon. Oké. Die hebben we neer. Oké. Er waren echt enorm veel maten. Mensen die ook geen zombie waren. Maar nu zijn het er nog maar twee. En het zijn twee vrouwen. Ja. Oké, het kan nog erger. Maar goed, we hebben in ieder geval nog twee zombies aan deze kant. En volgens mij kan ik deze personen nu ook letterlijk... Ik kan deze personen nu letterlijk van mij maken. Hier, deze persoon ook. Hallo mevrouw, u hoort nu bij mij. En ja hoor, volgens mij als ik nu in deze bus stap, stappen hun ook in de bus. Ja hoor, ze stappen nu ook in de bus. Oh, wat is dit goed. Ze stappen nu letterlijk in deze bus. En dan gaan we gewoon proberen deze stad te heroveren. En alle zombies neer te knallen. Oh ja, ben jij al geabonneerd op dit YouTube kanaal? Zo niet, doe dat dan even zeker. Ongeveer 60% van de kijkers zijn nog steeds niet geabonneerd. Dus waar wacht je op? Het is gratis. En we kunnen die 60% zeker wel even wat naar beneden halen. Ik bedoel, 60% is nog steeds niet geabonneerd. Dat is enorm veel. En knal natuurlijk zeker even op blauw duimpje hoog. Dankjewel. We hebben helaas niet iedereen kunnen gaan redden. Maar we hebben nu nog twee personen die nog bij ons horen. En zo te zien schieten ze ook letterlijk uit de bus op de zombies. Kijk dan. Ze schieten letterlijk uit de bus op de zombies. Oké, dat is echt sick. Kijk dan. Ze schieten letterlijk uit het raampje op de zombies. Kijk. Oh, hoe tof dan. Deze mevrouw is best wel pittig hoor. Ik denk niet dat je met deze mevrouw wilt kloten. Oké, er is hier een auto. Hoppa, die beuken we even aan de kant. Oei. En beuken deze zombies even aan de kant. En ik hoor iets. We hebben namelijk een airdrop. Oftewel, er is namelijk iets te verdienen. Als we nu op de map kijken, hebben we hier een geel cirkeltje. En hier zijn namelijk vijanden. En als we die vijanden neerschakelen, kunnen we als het goed is een loot drop krijgen. Oftewel, gratis spullen. Dus laten we door deze massa gaan van zombies. En laten we proberen die personen neer te knallen. En volgens mij zijn ze best sterk, die mensen in die gele cirkel. Maar die gaan we gewoon even neerknallen. We gaan het gewoon proberen. Als we het niet proberen, komen we er ook niet achter. Oké, en we rijden best wel snel op ze af. Hopelijk worden we niet zomaar 1, 2, 3 in elkaar geramd en neergeschoten. Ik zie het daar al. Ik zie daar in de
inderdaad een flare, oftewel rook. En ik denk dat dat de plek is waar wij naartoe kunnen gaan. Ik zie het al, entering hostile zone. Oftewel, hier zijn hele sterke vijanden. Oké, we gaan ze even rammen. We gaan ze rammen. Hoppa! Oké, dit is foute boel. Dit is foute boel. Knal ze neer, mevrouw. Knal ze neer. Knal ze neer. Knal ze neer. Knal ze neer. Schiet ze neer. Schiet ze neer. Schiet ze neer. Oké, dit gaat helemaal fout. Dit gaat helemaal fout. Ik zie het nu ook al. Allemaal zombies. Maar ik zag inderdaad een doos. We moeten die doos krijgen. We rammen weer op ze in. We gaan ze weer op ze inrammen. Met deze gepantserde bus. Hoppa! Oké, driftje. Driftje. We moeten terug. We moeten terug. We hoeven niet eens kogels te gebruiken. Kogels zijn namelijk enorm duur in deze tijd. Dus we gaan gewoon even al deze auto's rammen. En dan gaan we ze gewoon op die manier neerknallen. Hoppa, hoppa. Bam, 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 bam. En knal ze neer. Ik heb twee vrouwen in mijn bus op dit moment, mensen. En die zijn enorm sterk. Oké. Hier is er nog één. Er is er nog één. Kom. Bam! We hebben al die bewakers neer die die wapens hadden. En hier ligt er ook eentje. Zonder been trouwens. Oeh, dat ziet er niet zo heel lekker uit. Oké, en we gaan nu zo snel mogelijk die airdrop proberen te pakken. Oftewel, dit is uit de lucht komen vallen. En hier ligt loot in. Dus we gaan deze loot pakken. Oftewel, en er zitten twee items in. Oké, maar er zijn nog heel veel zombies. Dus dat is wel een foute boel. We moeten hier wel levend uitkomen. Ik heb hier natuurlijk twee vrouwen die heel goed kunnen schieten. Dus we hebben het gewoon overleefd. Hoppa, knal ze allemaal neer. Knal ze allemaal neer. Knal ze allemaal neer. We moeten zo snel mogelijk wegwezen. En trouwens, ik wil trouwens ook weg uit deze stad. Want ik zie het al. Dit is gewoon te druk met zombies. We kunnen deze stad nooit proberen te heroveren. Dus we gaan gewoon proberen te ontsnappen uit deze stad. En ik heb daar wel een manier voor. We moeten namelijk naar het vliegveld toe om daar natuurlijk een helikopter te stelen of wat dan ook. En dan gaan we zo snel mogelijk weg uit deze stad. We moeten proberen te ontsnappen. Dus dat gaan we nu proberen. We gaan hier zo snel mogelijk weg. We hebben hier allemaal bewakers neergeschoten die ook op ons schoten. En we gaan gewoon zo snel mogelijk naar de airport. Oftewel naar het vliegveld. En hopelijk dat dit allemaal een beetje lukt, mensen. Oh, dit is zo chaotisch. Het is zo chaotisch. We moeten zo snel mogelijk naar het vliegveld zodat we daar kunnen ontsnappen. En voordat natuurlijk alle zombies op het vliegveld al zijn. Want dan kunnen we nooit ontsnappen. En ondertussen zijn die twee vrouwen aan het schieten vanaf de achterkant van de bus op de zombies. En ik zie het hoor, we zijn er bijna. We gaan de rem pakken. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Oké, we zijn nu op het vliegveld. Zijn hier vliegtuigen? Ja, ik zie hier een vliegtuig, maar daar kunnen we niet instappen. En ik zie... Wat ik al dacht was waar. Er zijn allemaal zombies al. Er zijn allemaal zombies al. Het vliegveld is letterlijk overgenomen door allemaal zombies. Oh, we moeten toch wel een vliegtuig kunnen vinden. Kom op, we moeten een vliegtuig kunnen vinden. Of een helikopter. We moeten zo snel mogelijk weg van dit eiland van Los Santos natuurlijk. Ik zie geen vliegtuig. Dit is foute boel, mensen. Oh, er zijn hier allemaal zombies. Er zijn hier allemaal zombies. Er zijn hier... Oké, de deur is nu weg. Oké, knal ze neer, knal ze neer, knal ze neer, mevrouw. Knal ze neer, schiet ze neer, schiet ze neer, schiet ze neer. Oké, ik ga ze ook neerknallen. En volgens mij heb ik nog een minigun in de hoek. Oh, wat? Oh, nee, onze vrouw is neergeknald. Wat is er gebeurd met de auto? Wat is er gebeurd met de auto? De auto is ineens weg. De auto is ineens weg. De auto is ineens weg. De bus. Wat is er gebeurd met de bus? De bus verdween ineens. Oh nee. Oké, ik moet deze vrouwen proberen te beschermen voor mijn leven natuurlijk. Want ja, deze vrouwen zijn waarschijnlijk nog de enige vrouwen die op aarde rondlopen. Knal ze allemaal neer. Knal ze allemaal neer met mijn minigun. Knal ze neer. Oh, we worden zo erg overspoeld door allemaal zombies, mensen. Dit is ongelooflijk. Het was niet een goed idee om hier te komen. En wat zie ik daar nou in de verte? Ik zie letterlijk een vliegtuig volgens mij. Ik zie een vliegtuig. Onze bus is nu wel weg, maar ik zie wel een vliegtuig, mensen. We moeten vluchten, moeten vluchten. Deze twee vrouwen die lopen alsof er niks aan de hand is. Oké, go. We moeten daar naartoe rennen. Want daar zijn namelijk twee vliegtuigen als ik het goed zie. Kom op, ren. Vrouwen, ren. Oh, waarom ben ik ook sneller dan die vrouwen? Ik heb geen idee. Maar we gaan gewoon snel, Go. Oh, hier zijn allemaal zombies weer. Pak je pistool of je geweer. Hoppa, schiet ze allemaal neer. Schiet allemaal deze zombies neer. Van de zombie apocalypse natuurlijk. De hele stad zit vol met zombies. Zombie apocalypse. Oké, hier zit nog een vrouw. Hier ook allemaal. Oké, de weg is vrij, denk ik. Oké, go. En het is ook alweer dag. Dus dat is top. Maar we moeten zo snel mogelijk nu proberen te vliegen. Oké, we zijn er bijna. Ik zie daar twee vliegtuigjes. Hoeveel zijn we? We zijn er nog met z'n drieën. Dan betekent natuurlijk ook dat wij niet in dit vliegtuigje kunnen. Want dit vliegtuigje is ook veel te klein voor met z'n drieën. Dit vliegtuig. Oké, deze moeten we pakken. Deze vliegtuig moeten we pakken. Oké, go. Stap in het vliegtuig. Go. We hebben geen tijd te verliezen. Hier zijn allemaal zombies. Stap in het vliegtuig. Go. Jullie ook twee vrouwen. Stap in het vliegtuig. Of kan dat niet? Nee, er is maar plek voor één of niet? Nee, of wel plek voor twee? Ik weet het niet. Nee, er is maar plek voor één. Oh nee, ik moet één vrouw achterlaten. Dit wil ik niet. Oké, mevrouw, er staat daar nog een vliegtuig. Ik zou zeggen, pak die. En hoe moet ik eigenlijk vliegen? Ik weet niet hoe ik moet vliegen. Mevrouw, weet u hoe ik moet vliegen? Ik weet het niet. Oké, ik ga wel vliegen. Wat komen allemaal zombies aan? Oh nee, ik heb die vrouw ongeluk aangeraakt. Oké, dit is zo chaotisch. Oké, we moeten opstijgen. Oké, moet opstijgen. Hier is nog een zombie. Hoppa. Oké, we moeten opstijgen. Go. En we moeten niet neerstorten. Oh, dit vliegtuig is zo traag. Dit wil je niet weten. Oh. Komt dat omdat dit vliegtuigje al jaren hier staat of zo? Ik heb geen idee. Maar dit vliegtuig... Oh, nee. We landen in het water. Oh. En we storten naar beneden in het water.
Mevrouw, bent u er nog? Mevrouw, ontsnap uit het vliegtuig. Mevrouw, kom op, kruip uit het vliegtuigje. Kom op, we moeten naar boven. Ja, de mevrouw is uit het vliegtuigje. Oké, we moeten naar boven. We zijn letterlijk gecrashed in het water. Oh, dit was zo slecht van mij, maar het vliegtuigje die hield er gewoon mee op. Waar is die mevrouw heen? Wat is er gebeurd met die mevrouw? Ik probeer die mevrouw te zoeken nu, maar die mevrouw is weg. Waar is die mevrouw heen? Die zijn allemaal brokstukken en zo. Mevrouw, waar bent u? Mevrouw, ik weet niet waar u bent, maar ik denk dat u dood bent. Ik weet het niet zeker. Misschien is ze ook al boven op water. Ik weet het niet. Waar is die mevrouw? Onze lieve vrouw die ons probeerde te beschermen. Mevrouw, waar bent u? Ik zie helemaal niemand meer. Hallo? Ik denk dat wij een groot probleem hebben. Ik denk dat we hier nooit meer gaan ontsnappen uit deze stad. En mevrouw is dood, denk ik. Ja. Oh, heb je genoten van deze video? Vergeet even zeker niet even deze video te belonen met een blauw duimpje omhoog. Doe het zeker even. En vergeet even zeker niet even te abonneren, want abonneren is namelijk gratis. Dus waar wacht je op? Abonneer. We'll be right back.